De rechercheinspectie SZW heeft 5 personen aangehouden vanwege het vermoeden van georganiseerde WW-fraude. De 5 personen worden verdacht van valsheid in geschriften. Het vermoeden bestaat dat zij als tussenpersonen Poolse arbeidsmigranten helpen met het verkrijgen en behouden van WW-uitkeringen. De arbeidsmigranten verblijven waarschijnlijk in Polen, terwijl ze om recht te hebben op een uitkering in Nederland moeten zijn. De recherche heeft 5 woningen en 3 kantoorpanden van de verdachte tussenpersonen doorzocht. Tijdens de doorzoeking is in 1 van de woningen een gaspistool aangetroffen. In een andere woning een imitatiewapen. Er is beslag gelegd op onder meer administratie, computers en een auto. Het onderzoek staat onder leiding van het functioneel pakket van het Openbaar Ministerie.